Vanaf vandaag tot en met 18 februari is een expositie van Kim te bezoeken in de Bornse synagoge. Maar Kim, natuurlijk willen we eerst heel graag weten, wat is dat eigenlijk, surrealistisch en magisch realistisch schilderen? Ja, voor mij is het meer een soort van verdraaide werkelijkheid eigenlijk. Dat ik mijn eigen fantasie erin kan leggen en mijn eigen verhaal. En dat ik door middel van beeldbetekenis en door middel van fantasie eigenlijk iets op het doek kan zetten waarmee ik mijn verhaal kan vertellen eigenlijk. Ik heb geen kunstacademie gedaan, geen cursussen. Gewoon mezelf aangeleerd, veel oefenen. Als ik er niet uitkom, kijk ik op internet hoe anderen het doen. Om vervolgens weer verder te oefenen eigenlijk. En ja, stapje voor stapje leer je het steeds verder op die manier. Dus. Ja, en je bent als kind begonnen met tekenen en op je 16e heb je besloten om te gaan schilderen. Hoe ben je zo tot die keuze gekomen? Ik weet niet, het is eigenlijk een hele natuurlijke manier geworden om voor schilderen te gaan, zeg maar zo. Want ik hield altijd wel ervan om met kleur te spelen eigenlijk. En uiteindelijk vind ik het gewoon heerlijk om gewoon te schilderen. Ja, het heeft geen specifieke reden eigenlijk. Het is gewoon dat het gewoon het beste bij mij past eigenlijk. Je gebruikt als materiaal de laatste tijd olieverf, hè? Ja, klopt, ja. En ik heb gelezen dat je voor olieverven een speciale ruimte nodig hebt. En je hebt sinds kort een eigen atelier. Kun je eens uitleggen waarom het noodzakelijk is om een ruimte te hebben om met olieverf te kunnen werken? Olieverf is sowieso een hele lange drogingstijd nodig. Het is vaak 1 tot 5 dagen nodig om te drogen. En je wil eigenlijk gewoon de ruimte hebben zodat je de schilderij aan de kant kan zetten. Zodat ze de tijd hebben om te drogen. Je hebt te maken met de dampen en de geuren van olieverf. En als je daarmee bijvoorbeeld in de huiskamer schildert, dan heeft de hele huiskamer de last van de mensen die er zijn, de dieren die er zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden geweest. Dus, ja. Het is fijn om met olieverf te werken, omdat je er heerlijk in door kan werken. Bijvoorbeeld met acrylverf is het met een paar minuten droog. Terwijl met olieverf kan je alle kleurovergangen heerlijk in elkaar laten overmengen eigenlijk. Waardoor je van die hele vloeiende, zachte kleurovergangen krijgt. Waar ik nog even benieuwd naar ben, is zo'n schilderij. Hoe ontstaat dat nou? Hoe ziet dat proces eruit? Het begint ergens en aan het eind is er een schilderij. Kun je ons daar eens een klein inkijkje in geven? Ja, het schilderij ontstaat eigenlijk, het begint met een schets. En aan de hand van de schets die ik ontwerp, daar zoek ik zeg maar zo foto's bij. In het enorme fotobestand wat ik opgebouwd heb over de loop der jaren. En aan de hand van de oorspronkelijke schets en de foto's maak ik zeg maar zo'n nieuwe schets. En met die nieuwe schets, die geeft al een relatief precies beeld van het schilderij eigenlijk. Als ik daarmee tevreden ben, dan neem ik hem over op het doek. Daar schets ik hem dus op. En dan begin ik te schilderen eigenlijk. En in 3 tot gemiddeld 6 lagen bouw ik het hele schilderij op. Dus. En wanneer vind je dat een schilderij klaar is? Dat is een gevoelskwestie. Ja. Dus daar kan ik geen makkelijk antwoord op geven. Het moment bepaalt gewoon wanneer het afvoelt eigenlijk. Even over deze expositie. Wanneer kunnen mensen hier terecht? Eigenlijk vanaf de 7e, al 7 januari, tot en met 18 februari. En elke zondag is te bezoeken van 2 tot 5. En de toegang is gratis, hè? De toegang is gratis, zeker. Ja. In jouw schilderijen zien wij heel veel luchten. Heb je daar een bepaalde reden voor? Ik ben algemeen gek op luchten eigenlijk. Het is gewoon een rare passie misschien voor de wolk en de vorm en ook het gevoel en de uitstraling die ze hebben. En dan kan je op een schilderij heel veel mee qua om emotie over te brengen of om gevoel over te brengen eigenlijk. Het versterkt een schilderij heel erg in zijn impact misschien ook wel eigenlijk. Ja, heb je dan ook dat als je buiten loopt dat je altijd naar boven kijkt? Ja, klopt, ja. Nee, ik wandel elke dag meerdere keren op een dag met mijn hond. En dan kijk ik natuurlijk continu naar boven om naar de mooie luchten. Of soms is het helemaal niks aan natuurlijk. Dan zijn er geen mooie wolken. Maar als er wat moois aan de lucht is, dan pak ik zo snel mogelijk mijn fototoestel. Of mijn mobiel, zeg maar zo. En dan maak ik weer een foto. En op die manier heb ik een heel bestand aangemaakt met allemaal wolkenfoto's eigenlijk. Ben jij in jouw werk, word jij ook geïnspireerd door andere kunstenaars? Mijn grootste inspiratiebronnen qua kunstenaars zijn vooral Karel Willink, Salvador Dalí, Gio Reyna, Rob Consalves, Jacek Djerka, Vladimir Kush en nog wel veel meer. Dus heel veel verschillende kunstenaars. Ja, en waarom ben je juist zo geïnteresseerd in die stijl? Stijlen moet ik zeggen.
Ik denk de voornaamste reden dat ik gek ben op de, zeg maar zo, de meer surrealistische en magisch-realistische stijlen is omdat je er gewoon heel veel fantasie in kwijt kan. Je eigen werkelijkheid creëren, je eigen verhaal erin overbrengen en dat op een hele realistische manier, maar toch ook weer niet eigenlijk. Ja. Dus echt gewoon lekker je fantasie de vrije loop laten gaan. De expositie die je hier in de Bornse Synagoge verzorgt, die heet Er klopt iets niet. Kun je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? Wat klopt er niet? Ik denk dat het vooral is dat ik natuurlijk aan het spelen ben met beeldtaal en met de gevoelens en gedachten, weet je wel. Dat je, wat er in een schilderij omgaat, zeg maar zo. En ook voor mij wat ik uit aan het beelden ben. En het is natuurlijk geen werkelijke, letterlijke interpretatie. Maar het is aan de kijker wat hij erin ziet. En ik heb natuurlijk mijn eigen verhaal en mijn eigen gevoelens bij per schilderij. Maar dat kan voor de kijker natuurlijk heel anders zijn. Ja, zou je ons even een heel klein beetje mee kunnen nemen in één schilderij en daar eens een voorbeeld van laten zien? Ja hoor, dat kan. Nou Kim, we staan even bij één schilderij van jou hier. En kun je hier eens even iets meer over vertellen? Ja, dit is het schilderij. Het heet ook Overgang. En waar het voor mij ook staat, is een soort van overgangsfase naar een nieuwe, misschien wel levensfase of een nieuw iets. En dat, als ik langs de beeldbetekenis ga, bijvoorbeeld het L'tje staat algemeen voor verandering. De ladder staat eigenlijk een beetje voor mij voor hoger opkomen. Dus een nieuwe stap, een nieuwe fase eigenlijk. De rugtas staat eigenlijk voor een soort van reizen, voor ook iets nieuws. Ja, naartoe gaan, zeg maar zo. En eigenlijk dit hele schilderij verwoordt gewoon een soort van nieuwe fase, een overgang naar een nieuw iets eigenlijk. Ja, en het valt mij op dat de lucht die ziet er best wel dreigend uit daarboven. Zie je dat ook zo? Ja, klopt misschien wel. Maar ik denk ook inderdaad dat een nieuwe fase in je leven, dat is natuurlijk altijd spannend, is altijd onbekend en nieuw. En ik denk op die manier dat ik ook zat te spelen met het effect en het drama van de wolken eigenlijk. Ja. Is het ook zo dat mensen, als ze willen, daar zelf in kunnen zien wat voor hun belangrijk is? Oh ja, zeker. Mensen kunnen er altijd in zien wat hun eigen verhaal is. En ik denk ook het belangrijkste voor mij is dat ik de schilderij ook zo open mogelijk hou. Dat iedereen ook zijn eigen interpretatie erin kan geven. En zijn eigen gedachten en zijn eigen gevoel. En inderdaad, het kan iets heel anders zijn voor de ene persoon of voor de andere. En dat is het leuke eigenlijk ook. Ja, is het eigenlijk zo dat jouw schilderijen, bij een boek heet dat autobiografisch zijn, maar gaan schilderijen in principe ook over jouzelf? Uiteindelijk gaan de schilderijen wel over mezelf en over hoe mijn leven eigenlijk gaat inderdaad, dat klopt wel. Maar inderdaad, elk schilderij is wel op een eigen manier te bekijken en te interpreteren eigenlijk. Ja, want daarmee stel je jezelf natuurlijk wel toch wel een beetje kwetsbaar op, hè? Ja, klopt. Ja, dat doe ik ook zeker. Ja, zonder dat we het verhaal dan kennen, maar... Ja, dat klopt zeker, ja. Ja, maar dat is ook wel moedig. Ja, maar ik denk juist dat dat ook misschien wel de kracht is van mijn schilderijen. Dat ik me misschien ook wel open stel eigenlijk. En ik vind het heerlijk om te doen. En ik denk ook uiteindelijk dat de schilderijen ook juist voor mij een manier zijn om me juist te uiten en te zeggen wat ik wil eigenlijk. Is dat ook de reden dat je schildert? Ja, uiteindelijk wel, ja. Wat mij rest is te zeggen, ik verklaar deze expositie voor geopend. Ik dank u wel.